Kijk, dit is een plek die we sinds 2006 hebben afgesloten. Met als bedoeling ten eerste te zien wat de eigen natuur kan qua natuurherstel. Of dat eventueel kan lukken. En ten tweede als een vak waarin we heel veel zeldzame planten van Bonaire zelf gekweekt hebben uitgeplant. En het zijn dramatische resultaten die we hier zien. Ik zal deze plant aanwijzen. Dit is de Paludilora. Een heel belangrijke boom in de ecologie van Bonaire. Maar buiten uh, uh, dit vak krijg je geen jonge exemplaren te zien. Hier hebben we jonge planten die we hebben uitgezaaid, opgepot, uh, aangeplant. En uh, die zien er dus nu zo uit: binnen een periode van zeven uh, uh, jaar. Vanaf 2006. Laat uh, eind van het seizoen 2006 hebben we deze geplant. Hoeveel soorten hebben jullie geplant? We hebben een stuk of veertig uh, uh, zeldzame planten geplant hier. Dus behalve de Palo di Lora bijvoorbeeld, een andere hier aan deze kant. Dit is de Watakili. Je ziet hoe hoog die is geworden in uh, de afgelopen zeven jaar. Dit is een uh, plant van groot belang voor de vogels. En ook voor nectarivoren vogels zoals de uh, bariekenhil en zo. Maar de, de vruchten die worden graag gegeten door duiven en zo en ook verspreid. Maar uh, deze boom, vanwege de gevoeligheid voor geiten, komt thans niet meer voor in het park buiten dit vak, of bijna niet. En uh, op deze wijze tonen we aan dat als je die geiten eruit houdt, dat uh, herbebossen helemaal niet zo moeilijk is. Want is het probleem uh, de hoeveelheid geiten of een aantal geiten? Dat zou nog wel kunnen. Ja, kijk, uh, op dit ogenblik is de dichtheid van geiten niet, niet precies bekend. Maar in ieder geval ongeveer, we schatten één geit per hectare. Met dit soort klimaat en met deze vegetatie is dat uh, onduurzaam, onhoudbaar. Dus uh, wat wij hebben gezien, tenminste op Curaçao, is dat als je de dichtheid terugbrengt naar uh, 0,1 geit per hectare. 1, dus per 10 hectare, dat je dan wel herstel ziet en redelijk snel. En hier hebben we natuurlijk te maken met 0 geiten per hectare in dit klein vakje. Dus uh, dat levert uh, heel mooie resultaten op. Hoeveel geiten zijn er ongeveer in het park? Ja, dat is uh, een beetje koffiedik kijken op dit ogenblik. Uh, we hebben uh, een onderzoeksproject voor uh, begin volgend jaar opgezet om dat precies te bepalen. Maar als je beide delen van het park rekent, ongeveer 40 vierkante kilometer, dan kun je ongeveer rekenen op 4.000 tot 6.000 geiten. En dat is duidelijk veel te veel voor de gezondheid van de dieren. Die zijn allemaal zwaar ondervoed, erg mager en ook erg nadelig voor de vegetatie van het park. Voor het grote deel wat je hier ziet staan op uh, schouder tot schouderhoogte is uh, niet aangeplant. En dan heb ik het over bijvoorbeeld deze klimplant. Dit komt niet of nauwelijks uh, voor buiten deze omheining. Het heet behoeko en uh, die hebben we niet aangeplant. Maar het komt hier overal voor. Dus dat toont aan dat wanneer je de geit weghaalt dat je toch wel onverwachte ontwikkeling kunt, uh, kunt krijgen. Een ander voorbeeld van wat er gebeurt wanneer je de geiten weghaalt is de plant hier achter jou. Dit is een heel belangrijk hardhoutsoort voor Bonaire. Levert uh, belangrijk is belangrijk als nectarbron voor insecten en vogels en ook uh, ...krijg je daar boontjes uit. Het heet oliba. En uh, deze hebben we niet aangeplant. Maar dit, uh, dit, um, deze exclosure die stikt van de jonge olibas. Van dit soort formaat en kleiner. Die zie je hier buiten helemaal niet. Hebben jullie een plan van aanpak? Jazeker. Dit jaar is die Napa begonnen met een plan van aanpak voor de geiten... Uh, het is nu duidelijk wat het effect is van de geiten en dat uh, het redelijk snel omkeerbaar is. Dus het is niet een kwestie van lange adem, maar als je het goed aanpakt, lukt het. Het is natuurlijk zo dat uh, het onmogelijk is om de geiten volledig weg te krijgen. Natuurlijk, geiten zijn ook leuk om te zien in een park. Dus uh, het, is, uh, het uiteindelijke resultaat is dat de geiten gewoon veel minder zullen zijn. En. Uh, onze ervaring op Curaçao, waar we dit ook uh, succesvol hebben gedaan op grote schaal in het park van ongeveer 2000 hectare, is dat als je de dichtheid van geiten terugbrengt van ongeveer 1 per hectare, zoals het nu ongeveer is, terugbrengt naar 1 tiende daarvan, dus uh, 1 dier per 10 hectare, dat je dan goed zit qua herstel. Het zou kunnen zijn dat wat meer geiten toegestaan zijn, maar dat zal de praktijk uit moeten wijzen. Het is ook zo dat de natuur van Bonaire veel ernstiger is aangetast dan de natuur van Curaçao Gaat het alleen om geiten of zijn er ook nog andere dieren die de planten bedreigen? Ja, dus uh, ontzettend veel andere dieren die ook een rol spelen. En we hebben het met name over varkens die hier loslopen. Dat is ook echt een ramp. We hebben het over ezels. Die hebben een heel zwaar effect. Kijk, eilandenvegetaties die zijn ontstaan en hebben zich ontwikkeld in afwezigheid van grote herbivoren. En het moment dat je dat het systeem binnenbrengt, dan verstoor je alles. Dus de oorspronkelijke vegetatie van deze eilanden was op grondniveau geen cactussen en doornstruiken. Nee, het waren orchideeën en bromelia's. Dat hebben we ook in, op Curaçao kunnen terugbrengen. En dat willen we hier uiteindelijk als... Resultaat kunnen zien op Bonaire.